Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Gamers with Gear, waarbij we elke dinsdag de laatste Tech Gadgets keer bespreken. We zijn helaas een dagje later vertraagd, maar dat kwam omdat Tom zo druk bezig was met deze Speedlink Trailblazer. Dat wil je niet weten, was hij heel erg fulltime mee bezig. Ja, ik heb hem in mijn auto gezet, ik ging er van A naar B mee. Ja, want we hebben weer een keer een stuurtje bij Gamers with Gear, wat super vet is, want stuurtjes doen het altijd heel erg leuk. Dus we waren heel blij dat we weer een stuurtje opgestuurd kregen, ja. Totdat we ermee aan de slag gingen. Ja, dat was een pijnlijk mankement. Voor de mensen die bij de stream waren waarbij we dit gingen testen voor het eerst. Dat was een zeer bittere pil om te slikken. Want het was absoluut niet wat ik had verwacht. Ik had namelijk verwacht dat je ermee kon sturen en dat je ermee kon racen. Dat was toch iets te... Dat was een beetje overrated, die gedachte. Maar is dat niet een instelling dingetje? Want hij heeft heel veel lag, dus dat is wel eigenlijk... Nee, het is niet dat hij lag heeft of zo. En het is geen instelling dingetje. Hij is vrij plug-and-play. De Trailblazer, hij bestaat voor PC. En dan kan hij ook op Xbox, of hij bestaat op PC en dan ook op PlayStation 4. Dus er zijn twee edities van. Maar hij heeft niet zo heel veel instellingen. Hij heeft letterlijk een soort van... Met een soort van toetsencombinatie zijn er drie verschillende trappen die je in kunt stellen van hoe gevoelig hij is. Maar ik vond zelfs de gevoeligste niet gevoelig genoeg. Je doet je uiterste best om dit ding op pad te houden, maar alles is net iets te onprecies, waardoor het gaat een keer fout en je weet het. En ik denk niet dat het een kwestie van gewenning is. Het is gewoon dat hij werkt echt niet mee. Weet je, ik wil het allemaal een kans geven, maar het is heel frustrerend dit. Dus wat je je dan voorstelt is, ik stuur bijvoorbeeld in een spel als waar ik het veel mee heb getest, Forza Horizon 3, stuur ik alsof ik een echte auto bestuur, van oh, als ik deze draai maak, dan gaat mijn auto ongeveer zo afbuigen. Nee! Absoluut niet. Wat doet hij dan? Nou ja, ik heb hem, en op stream was het af en toe te zien voor mensen. En het viel ook op stream, dat mensen zeiden van, dat slaat toch helemaal nergens op. Want ik moest hem af en toe 90 graden draaien om maar een kleine bocht te maken. En dan op het andere moment, als je dan een keer echt heel erg snel naar links moet en je draait hem zo ver, dan wil je juist weer niet zo snel draaien. Dus ja, het is een beetje een dingetje dat het voelt niet gevoelig genoeg of niet precies genoeg om het überhaupt serieus te kunnen nemen. Oké, het is een stuurtje zonder force feedback. Ja. Dat betekent dat hij niet tegenstuurt. Dat mag ook niet echt, €70, weet je wel. Ja, het is 70, het is ook een budgetmodelletje. Het is zeker een budgetmodelletje. Dat is ook wel te zien. Het is vooral ook te voelen. Als je hem een keer in de mediamarkt ziet staan of waar dan ook, hou hem even vast. Want het is kunststof all the way en het voelt nergens echt heel erg stevig of zo. Hij had wel stuurbekrachtiging, zei hij. Dat vond ik een raar ding. Ja, hij komt wel weer terug met zo'n veer. Dat is, de pro's vinden dat niet fijn, zo'n veer. Dat kan ik me ergens ook wel voorstellen. Maar het heeft inderdaad wel het veer terug naar... Ja, de middenpositie, okay. Dat doet mijn auto oprecht niet. Dus wat dat betreft is het een upgrade voor mij. Maar het is overal plastic en overal voelt het gewoon heel erg cheap aan. En wat daar ook absoluut niet bij helpt, is het feit dat er zuignappen onder zitten om hem te bevestigen. En zuignappen is een leuk idee als jij een vlak oppervlak hebt, wat recht voor je staat om mee te kunnen sturen. Maar in godsnaam, waarom zuignappen? Want er zijn zoveel mensen die hebben onbewerkt hout of zoals ik een stoffen oppervlak. Dat je gewoon niet vast kan zetten. Nee. En als je dan gaat sturen, dan neem je gewoon een hele stuurtje mee. Ja. Dat is niet fraai. Nee, dat is inderdaad dom. Nee. Dat is een beugeltje bij moeten leveren. Een beugeltje of iets anders, een ander systeem waarmee je het een beetje steviger vast kan maken. Want zuignappen, ook als je wel een vlak oppervlak hebt en je stuurt een keer snel naar links, dan wil nog zo'n zuignap wel eens losvliegen. Ja, dan gaat je hele bureau half mee. Dat is niet echt relaxed. Het is de pedaaltjes? De pedaaltjes zijn prima, is gewoon analoog, werkt wel. Je kunt zo'n ding kun je uitklappen dat hij in iets meer zit. Maar het is duidelijk weer budget, want het is ook weer allemaal plastic. En het voelt ook, voor mij voelt het toch alsof ze iets te dicht bij elkaar zaten. Mm-hmm. Ik moest mijn benen echt helemaal tegen elkaar aanklemmen. En dan alsnog zat ik af en toe dat je de ene in wil drukken en dan druk je ook de andere per ongeluk mee. Dus misschien is het meer een setje voor kinderen of mensen die heel pietje precies kunnen zijn met wat minder nauwkeurig spul. Nou, we hebben een keer een video review gemaakt over een drone. Dat we zeiden, is misschien voor kinderen. Daar is ons niet in dank afgenomen. Dus nee, dat is echt met comments hieronder. Dit is de meest gehate YouTube video die we ooit hebben gedaan. Absoluut. Nog steeds spijt daarvan, thanks daarvoor. Heb je er spijt van? Nou, het was echt een belachelijke drone. Het was ook laten een belachelijke drone. Laten we het er ook drone. Over hebben. Ook. Ja, laten we het weer terughalen. Ding. Zodat we ook van hier... Het jaar. Omgekocht speelgoed van het jaar. Ja, het was wel dat duidelijk, was ja. Het. Ja, het is speelgoed van het jaar. Hoe kan het dan slecht zijn? Ja, nou, je trapt er lekker in. Maar goed, stuurtje ook niet zo fraai. €70 te veel. Vond je iets te duur? Ik vond het 70 te euro te duur? Voor nul neem ik hem af. Nee, maar ik vind €70. Ik zei op stream, ik was de prijs even vergeten toen ik hem aan het testen was. En ik zei op stream al van, nou, ik zou dit nooit kopen voor boven de €40 à €50. En toen kwamen dus mensen van, nou ja, richtprijs is €70. Ja. Wat ik best wel pijnlijk vond, maar het is ook wel weer, weet je, en ik weet dat er dan wel allemaal haatcomments komen dat wij een beetje iets afbranden. Er is wel een doelgroep hiervoor.
Dit stuur schijnt namelijk heel erg populair te zijn voor mensen die bijvoorbeeld Euro Truck Simulator doen of Farming Simulator en dergelijke. Ja, mensen dus die gewoon... Rustig en geen race. Ik ben ook fan van Farming Simulator, dat is helemaal niet... Ik probeer niet af te zeiken, maar mensen die niet te veel verwachten van een stuur en gewoon voor een relatief laag bedrag gewoon even willen kunnen sturen in een game waar, zeg maar... Reflexen niet echt nodig zijn. Dus compleet anders dan een Forza of je iRacing of een Assetto Corsa of zo. Nee, als je echt een beetje serieus naar sturen wil kijken... Maar dan zijn er nog steeds goedkopere sturen. Ja, en ook als je in het goedkope segment gaat kijken... Ga dan eerder voor een goedkoop stuurtje van een Thrustmaster of van een Logitech... dan van dit model van Speedlink. Ik weet dat Speedlink heeft ook andere sturen die wel wat fijner zijn... maar deze vind ik gewoon niet fijn afgewerkt. Het plastic, het zit allemaal veel te los, het voelt niet fraai... en het is gewoon nul nauwkeurig. Dus... En daardoor net iets te duur. Net iets te duur. Oké, nou, dus misschien een voorbeeld van Speedlink heeft iets te veel hoops voor genomen... want ze doen echt alles, hè. Muis, toetsenborden, verbanden, best veel van Speedlink. Hebben ook hele toffe dingen, maar dit is hem niet. Ja. Jongens, bedankt voor het kijken deze week. Dit was Tom, ik ben Peter. Als je dit nou leuk vindt, Gamers at Gear of andere dingen over videogames... check even gamersnet.nl, dat kun je overal doen op YouTube. Als je dit kijkt op YouTube, dankjewel. Op Facebook, op Instagram, op Twitter en op Twitch streamen we ook. En natuurlijk op gamersnet.nl voor al het laatste gaming nieuws. Het wordt de hele dag geüpdate, echt super vet. Ze hebben zo'n tijdlijn met allemaal nieuws. Oh, wat is er nu weer gebeurd? Nou, dat. Ja. Dankjewel Tom. Dankjewel Peter. Tot volgende week. Geef hem binnenkort weg. Wie wil hem? drop je kom. Ik laat jou binnen.